Zo ben je boswachter en zo ben je min of meer opzichter van een megaklus. De verbouwing van jachtslot Mokerheide. Of eigenlijk bouwval Mokerheide. Nou, het pand, daar is al jaren geen onderhoud aan gedaan. En dus het zijn gewoon slechte stukken. Ook wat leidingwerk wat meer dan 100 jaar oud is. Ja, iedereen kan bedenken dat daar op een gegeven moment wel iets aan gedaan moet worden. Het Rijksmonument moet de grandeur van vroeger krijgen. Daarom is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld. Goed nadenken voordat je de eerste stap zet. Dus de planvorming is belangrijk, het onderzoek, een stukje historie. Dus zorgvuldig. Wat komt er straks tevoorschijn dan? Nou ja, je ziet het eigenlijk al. Hè? Hele mooie patronen op de muur. Die dus samen wel dat rijkelijke gevoel heeft wat diegene die dit ooit heeft neergezet wilde laten zien. Werkelijk alles wordt onder handen genomen, binnen en buiten. Zelfs het dak gaat er straks even af. En vanaf daar is goed te zien op welke speciale plek het jachtslot staat. We kunnen naar Nijmegen kijken. Als we naar die kant kijken kun je zelfs Os zien liggen. En hiervoor aan onze voeten ligt natuurlijk Mook, Molenhoek. Natuurmonumenten kocht het slot in 1985 van de zusters Dominicanessen van Bethanië. Daarna werd het verpacht aan een horecaondernemer. De verschillende eigenaren hebben het historische jachtslot niet echt goed gedaan. In het plafond, daar zitten scheuren in. Het glas en lood, dat moet eruit, moet helemaal hersteld worden. Ja, eigenlijk iedere vierkante millimeter moet gewoon aangepakt worden. Aan de verbouwing hangt een prijskaartje van 5,5 miljoen euro. Via allerlei fondsen heeft Natuurmonument hiervan pas 3 miljoen euro binnen. Toch is al gestart. Wij zijn gewoon heel druk bezig om nog meer fondsen aan te schrijven. Maar we gaan bijvoorbeeld ook nog een crowdfundingsactie opzetten. Ja, is er vertrouwen er wel dat het geld er allemaal komt? Vertrouwen hebben we altijd. De verbouwing moet over 2,5 jaar klaar zijn. Dat betekent flink doorwerken. Zeker, en ga eens kijken of het opschiet.